De langste mountainbike-route van Flevoland loopt door Lelystad en is aangelegd door de stichting MTB Lelystad. De grootste wens van de stichting is een grondvrees. Nou, wat dat is, dat gaat Rijn ons zo meteen uitleggen. Want er is €1150 voor nodig. En dat heeft de stichting niet. Dus vandaar een inzamelingsactie. Rijn Overkamp van Tourclub Flevoland. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Eventjes voor de mensen die het niet weten, was een grondvrees? Dat is een apparaat waarmee je de hobbels en de oneffenheden uit de ondergrond kunt halen. Waardoor je er makkelijker overheen kunt mountainbiken. Dus als er ergens een boom heeft gestaan en er zitten nog wat wortels in de grond die een beetje opspelen, dan kun je met een grondvrees kun je ze kapot maken. Nou, die boom nou net niet, maar de, maar de wortels wel. In de klei wel. Ja, oké. Okay. Nou hebben jullie er eentje, toch? Als een grondvrees? Ja, we hebben er een. Maar is kapot gegaan. Ah. En repareren heeft geen nut. Ja, zeker. De reparatie hebben we gevraagd en dat kost €1150. We hebben tot nu toe bijna €450 aan donaties binnengekregen. Dus dat gaat hartstikke goed. En ook nog een toezegging van €250. Dus we zijn over de helft. Of we zijn op de helft. En ja, we zijn er bijna, wat ons betreft. Maar nou hebben jullie al de langste mountainbike route van Flevoland. Dan kun je ook zeggen, we hebben die vrees niet meer nodig. Dat parcours ligt er. Ja, dat klopt. Er zijn al, door de afgelopen maanden is het zo druk geworden op de route, dat we gemerkt hebben dat mensen last hebben van tegenliggers op een aantal stukken. Dus we hebben een vijftal stukjes waarin we gebruik maken heen en weer van dezelfde trek. Door de hoeveelheid gebruikers is dat gewoon storend gebleken. En mensen willen gewoon liever veilig, rustig over een trek rijden zonder vast te worden door een tegenligger. Nou, en juist op die stukjes willen we een nieuwe trek aanleggen. En ja, daar is die grondvrees echt essentieel voor. Anders is het niet te doen. Ja, dus het parcours wordt uitgebreid, kunnen we zeggen. Wordt uitgebreid met een drietal nieuwe stukjes, waardoor je geen tegenliggers meer hebt. Ja. Je zegt dat het drukker is geworden. Dat komt dan ook door corona waarschijnlijk? Want mensen denken, ik kan niet naar een sportschool, dan maar mountainbiken. Dat is een reden. Een andere reden is dat op de Veluwe en op de zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug heel veel mountainbike routes gesloten zijn, omdat het te mul is. Dus het is daar zo droog dat alles kapot gereden wordt. En daar hebben we op onze kleibodem helemaal geen last van. Het is hier keiharde klei, goed te rijden. En je kan eens kapot rijden met je mountainbike. Dus er wordt massaal in de weekends gebruik gemaakt van onze mountainbike route hier. Ja. Enige wat kapot kan is jijzelf. Want ik heb wel eens begrepen dat het mountainbiken niet geheel ongevaarlijk is. Ja, ik weet niet hoe je dat weet, maar het is inderdaad een risicosport. Dus je moet gewoon een helm op hebben, je aan de regels houden, veiligheidsregels houden. Als je dingen niet durft, dan moet je ze gewoon niet doen, moet je afstappen. Ons parcours is ook zo ingericht dat als je gevaarlijke dingen tegenkomt, of uitdagende dingen tegenkomt, dat je ze kunt omzeilen door even af te stappen. Of anders de hindernis te nemen door omheen te rijden bijvoorbeeld. Ja, zo moet je dat doen. Maar je zou natuurlijk ook, want je hebt natuurlijk die €1150 nodig. Er is al iets meer dan 400, zei je net, hè, geloof ik. Hoeveel? Ja, 400 plus €250 toezegging. Dus zeg maar €600-700 is er al binnen. Ja, nou je kan toch ook gewoon vragen aan de mensen die graag die route rijden. Zeggen, nou betaal allemaal €5 en dan zitten we er zo aan. Ja. Dat doe je al. Dat doen we al. En er komt ook binnen, maar het blijkt toch eigenlijk dat bedrijven zeg maar de beste geldschieters zijn in dit geval. En ik heb eigenlijk niet aan ze gevraagd of ik reclame mocht maken hiervoor, ze ook niet aan jullie. Dus nee, dat mag je dan niet doen. Wel, maken we dat ook goed bekend. Maar als er nou een bedrijf is die zegt, ik vind het leuk dat die mensen kunnen mountainbiken, die grondvrees, die maken wij even voor niks. Dat zou toch leuk zijn? Kunnen ze contact opnemen met ons? Dat zou helemaal wel zijn. Ja, toch? Ja, wat voor soort bedrijven maken die dingen eigenlijk? Mechanisatiebedrijven, tuinbedrijven, hoveniers. Misschien ook in de motorhandel of in de autohandel, dat je daar dit soort mechanisatiedingen hebt. Want zijn eigenlijk mechanisatiebedrijven. Wat is er precies kapot? Is het blad kapot of is de motor kapot of wat? Ja, de motor is kapot. Er is black sludge. Hè? De olie is te laat geverst. Oh, ja. Ja. Dat is ook onze eigen schuld natuurlijk. Dat hadden we eerder moeten doen. Maar daardoor is de motor oververhit geraakt en kapot gegaan. Ja. Ah. Maar goed, je zegt dus al, ik heb al €250 toezegging en iets meer dan €400 aan donaties opgehaald. Er kan ook een bedrijf die zegt, dan weet je wat, die 1150, we doen dat voor die 600 zoveel die we nu hebben in het potje. Als Rijn ons dat geeft, dan is dat ding gemaakt. Ja, stuur even een mailtje als je dit hoort en denkt, we gaan die mensen helpen van MTB Lelystad. Ja, de heer B. van Tilburg, die zou kunnen reageren. Misschien, maar er zijn ook andere bedrijven natuurlijk in Flevoland, mechanisatiebedrijven, die zeggen, nou, die €650, daar doe ik het voor. Stuur ons even een mailtje naar radio@omroepflevoland.nl en dan brengen wij
dat bedrijf alweer in contact met Rijn Overkamp. Ja, maar doneren kan ook, toch, Rijn? Gewoon via een site? Doneren kan ook. We hebben op de Facebookpagina een eigen rekening van de stichting. En daar kun je gewoon rechtstreeks op doneren. Okay. Nou, perfect. Dat was goed te horen ook. Ja. Kun je toch één keer zeggen? Want de verbinding was een beetje mager. Ja, we hebben soms wat verbindingsproblemen, Rijn. Sorry. Oh, sorry. Kun je nog één keer zeggen waar mensen terecht kunnen als ze toch nog willen doneren? Ja, dan moet ik mijn leesbeeld erbij halen. Oh. Het lag dus niet aan de verbinding. Nee. Oh, oké. Okay. Kijk. Er komt die NL12 SNSB 0926-8113-71. En dan moet je dus naar de site van Mountainbike... Stichting Mountainbike Lelystad. Stichting Mountainbike Lelystad. Goed. Nou, zoek dan maar even op, dan kun je de rest ook wel. En bedrijven kunnen dus gewoon mee. Dat is ietsje makkelijker naar radio@omroepflevoland.nl als je ze wil helpen of het voor €650 wil doen. Rijn, dank je wel en heel veel succes. En, jullie heel erg bedankt. Als er gereageerd wordt, dan sturen we het gelijk naar je door. Als het geregeld wordt, dan gaat Marco een keer met jullie mee mountainbiken. Dat niet. Geregeld? We hebben een mountainbiker helm voor. Komt helemaal in orde. Oh, nou, ik wil graag zien met een helm. Dankjewel, Rijn.